Hoi, welkom bij deze online videotraining van MP Help en Shapeshifter. In de praktijk zie ik vaak mensen met schouderklachten. Voornamelijk pijn in de schouderregio, de diepte gelegen spieren, de zogeheten rotatieve spieren. En vandaag wil ik daarom wat oefeningen met jullie doornemen, waarbij juist die spieren aangepakt worden. Met als doel dat je deze makkelijk thuis zelf kunt gaan oppakken en minder klachten gaat hebben aan je schouder. Ik ga jullie zo meteen een oefening laten zien met een elastiek. En daarna zal ik ook een alternatief laten zien met de fles water. Dan kunnen jullie zelf kiezen welke jullie pakken. Deze eerste oefening die ik laat zien is met elastiek. Hierbij zet je je ellebogen vast in de zij. Let erop dat je schouder laag is. En dat je arm in 90 graden staat. Vervolgens breng je beide handen naar buiten, waardoor de schouderkop draait. En let er wel op dat je niet de ellebogen los laat komen van de zij. Dus hou ze netjes in de zij. Ga terug totdat de spanning nog net op het elastiek staat en weer opnieuw naar buiten brengen. Het alternatief voor de oefening die we zojuist gedaan hebben, met fles. Hierbij kun je gaan zitten op je bank of op de grond. En je voet neer. Je neemt de fles. Elleboog op je knie. Zorg ervoor dat je pols recht blijft, dus de fles overdwars staat. En hierbij ga je de hand naar achteren brengen. En weer terug. Ook hier opletten dat de schouder laag blijft. Dus niet optrekken, maar laag. Let op dat je bij het naar boven brengen van de hand, dat de arm en de fles loodrecht in de richting van het plafond wijzen. Voor deze tweede oefening met elastiek hebben we een deurklink nodig. Je haakt de elastiek eraan, boven. Je zet je ellebogen weer vast in je zij. Net als bij alle andere oefeningen, je schouder naar achteren en omlaag. En vervolgens breng je de hand naar voren toe. Dit doe je tot aan het punt dat je merkt dat je elleboog los wil komen van je zij. Ga ik nu door, gaat mijn arm dit doen, niet doen. Dus je houdt hem hier. Je let er ook op dat deze lijn tussen onderarm en pols recht blijft. Vervolgens hou je 2 seconden ongeveer vast en langzaam weer terug. Het alternatief voor de oefening die we zojuist met elastiek hebben gedaan, gaan we weer met een fles doen. En bij deze oefening gaan we op de grond liggen. Bij deze leggen we de arm recht opzij. Dat je eigenlijk hier een hoek van ongeveer 90 graden hebt. Let erop dat je rug contact maakt met de grond. Dus strek je billen en je buik even aan. En vervolgens weer een rechte arm, die wijst weer loodrecht naar het plafond, dus in een 90 graden hoek. En vervolgens laat je deze langzaam naar achteren zakken, tot het moment dat je voelt dat die niet meer verder wil of verder kan. Dus ga niet over een pijngrens heen. Vervolgens ga je langzaam weer terug naar boven, totdat die weer loodrecht richting het plafond wijst. Zijn we aan het einde gekomen van deze instructievideo. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Voor meer instructievideo's voor thuis trainen kun je ook even kijken op het YouTube kanaal van de Shapeshifters. Die hebben onder andere ook een hele leuke video gemaakt voor stretchingsoefeningen. En deze sluit heel mooi aan bij de oefeningen die we zojuist gedaan hebben. Hieronder vind je zo meteen een linkje daarvoor. En ik hoop dat jullie allemaal lekker aan het trainen gaan. Thank you.